In het binnenland van Nieuw-Guinea leeft een van de laatst ontdekte stammen ter wereld. Pas rond 1950 werden de Papoea's van de Balim-vallei ontdekt. Deze mensen dachten dat ze door het eten van hersenen van hun tegenstanders extra kracht kregen. Ze waren dan ook al snel berucht als de koppersnellers van Nieuw-Guinea. Het eiland Nieuw-Guinea is opgedeeld in het Indonesische deel Irian Jaya en het zelfstandige land Papua Nieuw-Guinea. Vanaf Bali vliegen we in 10 uur naar Jayapura, het vroege Hollandia. Van hieruit gaan we met een klein vliegtuigje verder de Balim-vallei in. We zijn hier in de Balim-vallei, een dorpje Akima. We gaan hier het Dali-dorpje in. En dan is onder andere een mummie. Even kijken wat er is. Met een lokale gids bezoeken we het dorp Akima. De Papoea's in de Balim-vallei behoren tot de Dani-stam. Het bijzondere van de Dani is dat de mannen rondlopen met een peniskoker. De vrouwen dragen een rieten rokje. Ja, dit is het varkenshok, het pikhuis. Dit is het kookhuis. Overal zie je plaatjes waar ze koken hier bijvoorbeeld. Je ruikt het ook. Ja. Dit zijn de kamers waar de vrouwen slapen. De women houses. De dorpen van de Papoea's zijn in een cirkel gebouwd. De mannen en vrouwen slapen gescheiden. 'S Nachts sluipen de mannen het vrouwenhuis binnen, maken kindertjes en sluipen hierna weer terug naar het mannenhuis. De doden nemen nog steeds een belangrijke plaats in het leven van de Dani. Overledenen worden gerookt en in de hut bewaard. Hier in Akima hebben ze nog een mummie van meer dan 150 jaar oud, die ervoor zorgt dat de grond vruchtbaar is, de mannen sterk en onoverwinnelijk zijn en de vrouwen mooi blijven. De hoofdman. Tot enkele tientallen jaren terug was het koppersnellen een belangrijke bezigheid van de Dani. Er waren vele oorlogen. En de doden moesten in een volgende oorlog weer worden gewroken. Gedode opponenten werden opgegeten. Dat versterkte de geest. De schedels werden als trofee bewaard. Is de chief van years ago? Ja, dit is het. Wat? Gaan we naar de leven? Nou, het is 150 jaar. Ja, 30. Oh, is how old? Een lugubere gewoonte is dat vrouwen bij het verlies van een naaste een vingerkootje afhakken. Alleen de duimen hoeven niet. Als de vingers op zijn, beginnen ze gewoon aan hun tenen. In de rouwperiode smeren ze zich ook in met klei.
We zijn nu op weg naar het dorpje Jiwiki. Er moet daar een grote markt zijn. Met een heel gevolg gaan we nu de zoutmijnen hoog in de bergen. De weg gaat de steil omhoog. We gaan terug. En kijk hier nu. Ik zie een pakje bakje hier weer. Vanuit Jiwiki lopen we met een heel gevolg de berg op naar een grot. Ian wordt begeleid door een aardige Dani, maar moet oppassen dat zijn kokertje niet in haar rug geprikt wordt. Vandaag hebben we een rustdag, lekker brieven schrijven voor ons huisje. De schooluniformpjes.
Die is een peniskoker aan het maken. De markt van Wamena. Wamena is deze week de basis van waaruit we het achterland zullen verkennen. In het dorp is de verhouding Papas-Indonesiërs ongeveer 50-50. Danny got it, and Swiss potato and tapioca and peanut and mixed together and food and washing and tapioca. And the tapioca aan het verbouwen. And finish washing and is een Dani dorpje. De voorgrond zie je de gewassen die ze verbouwen. Met de auto rijden we een stuk de Balienvallei in. En we zoeken daar wat afgelegen dorpjes. Gids Alex zorgt ervoor dat de contacten soepeltjes verlopen. We worden vriendelijk ontvangen. Onze gunstige stemmen hebben enkel sloffende sigaretten bij ons. Het mannenhuis. Nou, we zijn nu in het vrouwenverblijf. We zitten hier gezellig lekker binnen, lekker bij het vuurtje. En buiten regent het. Jos over de griezelige hangbrug. Zo, vandaag gaan we dus naar de grote ceremonie. Een soort feest met allemaal Papua's en dansen, zingen, eten. Nou, we zijn hartstikke benieuwd. In een kleine nederzetting bij het dorpje Waga Waga zijn we samen met twee Duitse kennissen uitgenodigd om een varkensfeest bij te wonen. Als we aankomen, staan alle bewoners in een cirkel om ons te verwelkomen. De mensen zien er prachtig uit. Sommigen hebben een varkensstand door hun neus en een hoofdtooi van prachtige paradijsveren. Ja. Nou, wel even genoeg. De vrouwen begroeten met Lauk. De mannen met Narak. Is het chief? Yes, I see that. Yes. Is chief? Chief Danny. Chief. Look a lot of people at here to chief. Beautiful. Yes. Say it to him. Yes. It's better than in couscous. Eerst wordt er een varkentje geslacht voor het feestmaal. Vervolgens wordt er een stallage opgebouwd waarin stenen worden verhit. Ze gaan nu vuur maken. Hier was natuurlijk helemaal niet. Hier aan de
Tot de klik hoor. Zekan, zekan. Dit is Broni. In die rembrek gaan we hier apart zekan weer bij zekan. Joka luwa haar gaan op zekan die amulok amulok neen daar gaan zien ben. Amulok als meer gaan op die balen voegen zijn gelukkig voegen. Als het eerste vuurtje is gemaakt, mogen de vrouwen het werk afmaken. Zeker. Nou, dat vind ik eng als ze hem opensnijden. Amulok, ga er goed doen. 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 Er wordt een kuil gegraven waarin afwisselend nat gras, hete stenen, groenten en zoete aardappels worden gelegd. Deze oven wordt uiteindelijk een heel bouwwerk dat met een liaan bij elkaar wordt gebonden. Het duurt anderhalf uur eer de boel gaar is. We gaan nu de gloeiend hete stenen eruit halen. Gooi ze in het vuurgat. Het geheel wordt nu helemaal bedekt met natte bladeren en nog meer hete stenen. Daar gaat het zaakje flink broeien, waardoor het gaar wordt. Er zijn nu 3 lagen stenen en 2 lagen aardappels in deze berg verstopt. En er wordt nu een groot touw. Een groot touw wordt er nu gemaakt, waardoor het hele zaakje vastgehouden wordt. Ja, en dat varken wordt eraan gehangen ook. Het is een liaan die ze er omheen doen. Het is ongelooflijk. Het varken wordt er nu ook opgelegd. Nee,
Na anderhalf uur wordt de berg opengemaakt. Het eten is zwaar gaar. Het vlees van het varkentje wordt verdeeld onder de kinderen. Vervolgens stort iedereen zich op het overvloedige maal. Het ziet er niet uit, maar de Dani zet het op een ongehoord vreten. Het vark is ook gaar. Het einde van de ceremonie. Ze eten de pens helemaal lekker vol. Het is net kerstmis voor ze. Van wat bladeren maken ze sigaretten. Met tabak verpulveren ze en dat gaat dan in het blaadje. Als we afscheid nemen, bedanken we met een welgemeend wauw 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 onze gastheren. Bye bye. Marak.